Wir sind beinahe da! So, we have arrived at the Jork spot. It already smells like campfire. It's very good. Oh yes, you can see the first tents over there. And I see Pan's car. Yes, we have found them. Hello. Hello. Oh, this is Nell. Yeah. Hey, Yula. Hallo. Oh ja, dat is waar. Sorry. Maar ja, vaderverwachting, hè? We zijn in York en een van de grootste Wikingermarkten van Europa. Sowulo at York. And we're here! It's fucking amazing. Oh yes. Sowulo at the Wikingermarkt in York. Dat licht! Kaartje, kan je even zeggen wat er door je heen gaat? Oh my god, ik ben zo blij dat ik hier ben en dat ik dit heb gegeten. Wat is dit? Vegetarisch vlees. Nee, het is heel echt vlees met jus. Van een nek. Van een nek van een zwijn. Zwijnennek en hij heeft een paar uurtjes daar boven een berkenhouten fikkie. Zal hij geroken. En draagbaar op NPS. Moet praten. Voor de English people, it's very good picnic. Picnic. Let's go for a picnic. Picnic. It's so good, it's delicious. Picnic. Immer een good idee. Normally we have the Germanische Sonntag, maar we zijn nu in Germany en. I just want to ask Pan one question. How do you feel about being in your homeland now? I think that it's very clear. He's very sad. Mooi. Super mooi. Het is een picnic, jongen.
komen die schouders mooi uit. Goddomme. Nee, het is nog niet goed. Über die boobs. Ja. Über die boobs. Ik zie je borst. Dat licht. Het is weer licht. Maar dat licht. Weer licht, hè. Aber jetzt gespielt in New York, ja. Und wir gehen nach Hause. Mm. Ja. Special Dit is artsy, artsy-fartsy. Dus gaan we opgeven voor het cine-festival. Oh god. Dat zijn de golden shots. Dat is nog onder jullie lasting, joh. In de maneschijn, in de maneschijn. Zo doet de vogel en zo doet de vis. Zo doet de duizend vis in de vis. We're heading home soon. And the gods blessed us with good weather the past 2 days. And now they are pissing down on us, but that's fine. We had an amazing time. Now we're going to say goodbye to the terrain. Back to Holland. We zijn lokaal landjeugd. Ik heb een nieuwe auto gekocht. 75 pk man. Hier, kijk de vering. Helemaal een zak, jongen. Dat met dikke roesmak. Kijk dat glas, wat doet het ook nog? Dat is wazig. Subwoofers, verstopt. Lijkt op klepjes, maar het is subwoofers. Subwoofers. Hij heeft 75 pk, maar als we die subwoofer gewoon volop uitzetten, hebben we nog maar 15 pk. Nou. Nou, dat was hem, hè. Tjus, 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 tjus. Bis next jaar.